Wesley Snyder is niet opgenomen in de selectie van nog kniezen voor de wedstrijd van donderdag tegen Vitesse in de Europa League. Trainer Lucien Favreau, woensdagmiddag nog in het midden of de middenvelder in actie zou komen. Sinds zijn overgang van Gala Tassara naar Zuid-Frankrijk speelde de 33-jarige middenvelder drie wedstrijden waarvan zijn laatste op 26 augustus op bezoek bij Amiens. Sindsdien zat hij niet meer bij de wedstrijdselectie. Met Oranje deed hij eind augustus nog een helft mee tegen Frankrijk. Naast Sneijder ontbreekt ook na een die in de 19-koppige selectie van Nietzsche, de Franse middenvelder kampt met een knieblessure.